Er zijn heel wat kippenrassen. In totaal zo'n 400 verschillen. Deze kippenrassen worden onderverdeeld in grote kippenrassen en kleine kippenrassen, ook wel krielkippen of dwergkippen genoemd. Om het wat makkelijker te maken, heb ik daarom in deze video eventjes een overzicht gemaakt met de verschillende kippenrassen. Dus welke kippenrassen zijn er? Legkippenrassen, vleeskippenrassen, sierkippenrassen. Kippenrassen met verschillende functies. En leg- of vleeshybriden. Legkippenrassen. Wil je kippen die veel eieren leggen? Kies dan voor legkippen. Hieronder zie je 7 verschillende legkippenrassen. Waaronder de hele bekende, zoals de Barnevelder en de Leghoorn. En dan de rest is misschien wat onbekender. Dan heb je vleeskippenrassen. Het kan ook zijn dat je juist een kip graag eet en daarom juist kippen houdt om op te eten. Dus dan kies je voor vleeskippenrassen. En dan zie je ze hier ook onder vermeld staan. Sierkippenrassen. Sierkippenrassen die hou je dus, zoals het woord al zegt, voor de sier. Ze leggen wel eieren, maar je vindt het waarschijnlijk gewoon leuk om kippen te houden. Dat ze leuk uitzien, nou dan kies je dus gewoon voor een van deze onderstaande rassen. Kippenrassen met verschillende functies. Daarmee wordt eigenlijk bedoeld dat die kippen zowel geschikt zijn als legkippen als vleeskippen. Dus dat is eigenlijk de ideale combinatie. En dan heb je vervolgens nog de leg- of vleeshybriden. Hybride kippenrassen zijn rassen, zover je het een ras kunt noemen, die puur gefokt zijn om in zo'n kort mogelijke tijd zoveel mogelijk eieren te leggen. Of ze zijn gefokt als vleesras. Deze kippenrassen worden voornamelijk in de industrie gebruikt en niet snel voor particulieren. Persoonlijk zou ik ze dus ook niet snel aanraden. Dus dat is eigenlijk een beetje het overzicht van de verschillende kippenrassen. Misschien wil je ook zelf een kippenhok maken. Dat kan ook. Hieronder deze video heb ik een link staan. Dan kun je zien hoe je die kippenhokken kunt maken. En ik heb hieronder deze video ook nog een link staan naar het artikel waar je nog alles rustig na kunt lezen.